Het kabinet was een paar dagen geleden bijna gevallen. En het kwam door een Marokkaan... die opstapte vanwege opmerkingen van collega's over Marokkanen. We hebben een Marokkanenprobleem. Het komt door die halalvreters, fluisterde Schoof tegen Dilan. We hebben een Marokkanenprobleem. Inderdaad, ik weet het al. Het is Hajar die haar tweede PhD doet terwijl ze voor haar zieke moeder zorgt. Misschien Ikram met een hijab die twee succesvolle bedrijven runt. omdat geen één grote organisatie haar een fatsoenlijke functie gunt. Ibrahim die om vijf uur ochtends zijn broden bakt. Shaib die dertig jaar heeft geploeterd in de mijnen. Ahmed die hier kwam als analfabeet en het schopte tot burgemeester. Marwa in haar toga die elke zaak wint. We hebben een Marokkanenprobleem. Het zijn de sublieme aannames van Sieg, het ijzersterke acteerwerk van Ice in Mokro Mafia, Souf, die de rol heeft in een nieuwe Netflix-film, Muad van Apollo, die ik zie shinen op tv. We hebben een Marokkanen probleem, De scherpe grappen van Soendos. De kracht van Tofik Dibi naar de zoveelste bedreiging. De onmenselijke hetze tegen Kauthar, maar zij die zich staande hield zittend in de Tweede Kamer. Feestende dreries die selfies maakten met agenten na de overwinning tegen Spanje. We hebben een Marokkanenprobleem. Het is de pure poëzie van Rashad, Soumea, Siem en Esma. Het is mijn buurvrouw Leila, die elke weekend een kommetje Bissara komt brengen. Yassine en Moerat die met hun organisaties levens van jongeren veranderen. Alleenstaande meiden die hun steun vinden bij Nabila en Seloua. En toen wij niks van covid wisten legde Sharifa haar fijn uit hoe alles precies zat. Wij hebben een Marokkanenprobleem. Het het Zijn toffe tv-programmas van Naria, Wasima, Ejouet en Nizar. Het zijn de prachtige kunstwerken van Gadouche. Het is Biladi een overheerlijke couscous. Het is Appi die me vaak geld gaf, want vroeger hadden mijn moeder en ik Weloufloo's. Het zijn mijn buurjongens Amir, Harit en Hisham die altijd vroegen of ik buiten kwam spelen en hun zonnepitten met me deelden. Het is de C2 van Blauw Wit. We waren altijd op dreef. Ik was spits. Dries op links. Middenveld, Moussi, Mechdi, Redouan. En dan Anouar met zijn mooie saves. Zonder jullie waren we nooit kampioen geweest. We hebben een marokkanen probleem. Grote spelers als Samir, het activisme van Zora. Het is de aanstekelijke lach van Fouad... en al zijn foto's die mijn beelden nog altijd bepalen. Ik vier liever suikerfeest dan Sinterklaas. Ik eet liever Sherbekia dan Speculaas. Geef mij Eggedier boven Zandvoort. Is je Matti Berbers? Nee, nee, Emmezig is mijn antwoord. We hebben een marokkanen probleem. Het is Karima en haar hemelse muziek. En elke klank die mijn oor strilt. Het zijn de liedjes van Ali, dat is niet zo'n goed voorbeeld. Het zijn de machtige melodieën van het Amsterdams Andalusisch Orkest. Het zijn de beste restaurants in West. De eerste moderne mens ooit werd gevonden 100 kilometer van Marrakesh. En weet je wat Cheke Wara ooit letterlijk zei? De mooiste vrouwen ter wereld komen uit Marokko. En hij had gelijk. We hebben geen Marokkanenprobleem. Het probleem dat ben jij.